Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja, tot in eeuwigheid, en die niet zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij samen gaan zingen uit Psalm 119 en daarvan het 88ste vers, Psalm 119, vers 88. Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond uw trouwe hulp, stier mij in rechte sporen. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Ai, zoek uw knecht, schoon hij uw wetten schond, want hij volhardt naar uw geboon te horen. Psalm 119 en daarvan het 88ste, het laatste vers. Thank you.
Gemeente jongeren en ouderen, ook vanmorgen stellen wij ons onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelven. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Amen. Gemeente, laten wij de Heer om een zegen vragen over deze dienst, om de opening van zijn woord en de verlichting met de Heilige Geest. En wij doen ook voorbeden. De volgende gemeenteleden die we Gods genadetroon opdragen: André en Marieke Boer van de Parallelweg 156 te Hardingsveld-Giessendam, die afgelopen maandag verblijd werden met de geboorte van hun zoon. Zijn naam is Joost Adriaan en hij wordt Joost genoemd. Joost is het broertje van Kostian, Deborah, Jelle en Thijs. De heer P.C. den Breien van de Parallelweg 57 te Hardingsveld-Giessendam, die afgelopen week werd geopereerd en weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. De jonge Anne Rut Schot, Rietzangerstraat 18, te Sliedrecht, die vorige week werd geopereerd in het WKZ te Utrecht en ook weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. De heer en mevrouw Den Toom, Goeman Borgesiusweg 9 te Sliedrecht, die gisteren 25 jaar getrouwd waren. Tot zover de afkondigingen wat betreft de voorbeden. Laten wij samen de Heere zoeken in het gebed. Almachtige, getrouwe en drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Het is op de eerste dag van de week dat we met een gedeelte van uw gemeente in Hardingsveld, Giessendam en omstreken hier in de kerk mogen zijn. En een groot gedeelte luistert en kijkt met ons mee via de techniek. En dan danken wij u dat
Uw woordverkondiging, de bediening van de verzoening op uw dag, op uw opstandingsdag, opnieuw mag uitgaan. Dat uw woord met kracht komt, zondag in, zondag uit. Waar hebben wij dat aan verdiend? Heren, als we ons leven erop naslaan, de afgelopen weken erop naslaan, dan moeten wij u belijden dat we u in alles tekortkomen. Dat er niemand is die in eigen kracht iets goeds voor u kan betekenen. En zelfs onze goede werken die zijn als een wegwerpelijk kleed. Er is niemand die in zichzelf en uit zichzelf Jezus zoekt. We liggen midden in de dood. In zonden ontvangen en geboren. En toch laat u uw woord uitgaan. En toont u daarmee dat u nog met mensen te doen heeft. U laat uw woord uitgaan en u zoekt zondaren om ze te rechtvaardigen. U zoekt goddeloze mensen, zoals wij zijn, zoals we hier zitten en staan. Heer, als we daarover nadenken, dan begint het ons te duizelen. Uw opzoekende zondaarsliefde. Uw trouw. Uw goedheid. Dat u ons trekt met koorden van liefde onder de bediening van de verzoening. Dat u laat zien dat u zondaren wil zaligen, dat u ons uit de duisternis wil trekken naar uw wonderbaar licht. En voor de meeste van ons, al ons hele leven lang, toen we nog niet konden lopen, niet konden praten, toen werden we al voor hier in de gemeente of elders gedragen om gedoopt te worden. We zijn opgegroeid voor de meeste van ons in een christelijk gezin. We zijn opgegroeid met een geopende Bijbel. En nu zitten we hier weer. En dat is niet voor niets. Want aan de ene kant, heren, danken wij u dat u oog op ons heeft. En dat we uw liefde en uw trouw ook mogen bemerken onder de bediening van de verzoening. Maar aan de andere kant, wat een grote verantwoordelijkheid. Als er onder ons nog zijn die buiten Christus leven, terwijl u zo dichtbij komt, terwijl u vanmorgen onder de bediening van de verzoening in ons midden bent, heren. Want daar pleiten we op, niet omdat wij zo goed zijn, maar omdat u dat zegt. Want u zegt in uw woord, daar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar zal ik in uw midden zijn. U bent in ons midden. En als straks de Bijbel open gaat, dan wandelt u in het gewaad van uw woord. Het is de werkplaats van de Heilige Geest. En de Heer Jezus Christus, hij komt tot ons in het middelpunt van de prediking. En dan nog onbekeerd. Met een gedoopt voorhoofd en een onbekeerd hart. Wat levensgevaarlijk is dat. Heere, behoed ons ervoor. Als er dan onder ons nog zijn die zich verzetten tegen koning Jezus, dan bidden wij u, breek de koude stenen harten, ruk ze uit in uw naam. Plant vlees en harten in. En Heere, zo kent u ons allemaal, want u bent een kenner van onze harten. U doorgrondt ons, u weet precies wie we zijn. Hier in de kerk en thuis verbonden. Dan dragen we de gebrokenen van hart aan uw genadetroon op. Zij die worstelen aan uw genadetroon, die niet meer verder kunnen leven omdat de zonden zo drukken in hun leven. Zij die met hun zonden en ellenden zich tot u ter genezing wenden. Heren, verbind ze in hun smart. Heel ze, door uw heilige zalfolie en door het bloed van het lam,
Was en reinig ze van alle zonden. Heer, dat hebben we toch allen zo nodig. En daarom zitten we hier toch. Omdat het bloed van het lam van de kansel drupt. Dat de vergeving van onze zonden te verkrijgen is in het bloed van Jezus Christus. Breng ons dan, Heere, allen aan uw voeten, jong en oud, wie we ook zijn, wat we ook op onze kerfstok hebben staan, hoeveel zonden we ook hebben, Heere, breng ons aan uw voeten, zoals we zijn. Overtuig ons maar van wie we zijn. Dat is toch het eerste werk wat u doet, Heere. Laat u alstublieft zien dat wij geen rechten hebben. Dat we zondaren zijn. Overtuig ons daarvan en leer ons dan te vluchten tot Jezus. Een wonder van genade als we zo de gemeente op mogen dragen aan uw genadetroon. Dat we allen zullen komen aan de voeten van koning Jezus. Om onderwijs te ontvangen. Heren, zo dragen we de gemeente aan uw genadetroon op. In het bijzonder dragen we ook André en Marieke Boer aan uw genadetroon op, als ze afgelopen maandag verblijd werden met de geboorte van hun zoon. We danken u dat u Joost het leven gaf en zijn moeder spaarde. We dragen Kostian, Deborah, Jelle en Thijs aan uw genadetroon op als ze een lief broertje uit uw hand hebben ontvangen. Dat zullen ze blij zijn. Ik geef dat we de dankbaarheid ook zullen brengen tot u. Geef ze alles wat nodig is ook, Heere, de ouders in de opvoeding van hun kinderen in deze tijd. En dus dragen we de heer Den Breyer aan uw genadetroon op. Ze afgelopen week werd geopereerd, weer thuis mocht komen. Terwijl in de leeftijd is van de zeer sterken. We dragen zijn vrouw en kinderen aan uw genadetroon op. Ook in de weg die hij moet gaan, al zoveel malen geopereerd. Diverse keren. Heere, u weet van zijn nood, van zijn pijn. Van de weg die hij moet gaan. In het besef dat het lichaam ook steeds verder afbreekt. In het besef dat wij hier geen blijvende stad hebben. En dat het telkens weer opnieuw een teken is. Dat het einde nadert voor ons allen. Heer, we dragen ook de jonge kinderen aan uw genadetroon op. We denken daarbij aan Anne Rut. Vorige week werd ze geopereerd. Ze mocht weer thuiskomen. Een klein meisje, 4 jaar. We hadden zoveel mee moeten maken. En ook haar ouders. Zoveel operaties zal ondergaan. Wees Heere met haar. Ook met haar broers en haar zusje. Sterk het gezin, Heer, in de weg die ze moeten gaan. Dat ze hun vertrouwen op u zullen stellen. Dwars door alle moeite, dwars door het verdriet, dwars door alle vragen en moeite, staat koning Jezus. En hij zegt het ons: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Heer, wees met de Heer mevrouw Den Toom. Dankbaarheid mochten ze terugkijken. 25 jaar getrouwd. De kinderzegen ontvangen. Heren, ze terugkijken op hun huwelijksperiode. Dan zal het ongetwijfeld zijn dat er mooie momenten zijn waar ze dankbaar voor zijn. Maar dat er ook momenten zijn geweest waarin het moeilijk was. Het dwars door al de moeite en de dankbaarheid heen, heeft u ze geholpen, heeft u ze kracht gegeven. Mogen ze in de band van het huwelijk leven, samenleven. We bidden u, Heere,
Dat ze zo ook samen met hun kinderen de weg, die ene weg zullen gaan. Achter u aan. Dat ze nog vele jaren samen mogen zijn met hun kinderen. In dankbaarheid. Kruisdragend achter u aan. Heer, we dragen ook het koningshuis en uw genade troon op. Het is koningsdag geweest en onze koning mocht zijn verjaardag vieren. Anders dan andere keren. Heer, wilt u met hem zijn, met koningin Maxima, zijn kinderen, het hele koningshuis. Dat ze ook in deze periode, waarin ze de wens hebben uitgesproken dat de pandemie zo snel mogelijk weer voorbij zou gaan, dat ze de weg naar u zullen vinden. Dat we een koning hebben die zijn ogen omhoog richt. Dat daar zijn hulp vandaan komt. Heer, schenk het hem. Zijn vrouw en kinderen. Dat ze tot rijke zegen mogen zijn voor ons volk. Dat ze ons daarin voor zouden gaan. Heer, bij u is niets onmogelijk. Doe het. Dat ons vaderland, wat zo ver is weggezonken en steeds verder van uw geboden afstaat, tot een inkeer zal komen. Heer, zo wacht alles op uw zegen. Wilt u zijn met de organist, het bespelen van het orgel, met de gemeente, thuis en in de kerk, in het zingen van de psalmen, in het luisteren, dat al onze gedachten die er kunnen zijn, die ons van uw woord af kunnen houden, dat die een ogenblik geparkeerd mogen worden en dat we in rust en stilte uw woord zullen ontvangen. Wilt u zijn in het spreken, wilt u alles wat van mezelf is afbreken? Dat uw woord doorgegeven mag worden aan uw gemeente. Dan vallen we er zelf buiten en dan mag het zijn aan het einde van de dienst dat we het mogen belijden. We hebben niemand anders dan Jezus gezien. Doe dat, Heere, niet uit enige verdiensten vanuit onszelf, maar enkel en alleen uit genade, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij openen Gods heilig en onfeilbaar woord vanmorgen. En wij lezen met elkaar een aantal schriftgedeelten. Als eerste uit het Oude Testament, Zacharia 13, vers 7. Zacharia 13, vers 7, dat is de eerste schriftlezing. Vervolgens lezen wij uit het Matthäus-evangelie. En daarvan het 26e hoofdstuk, de versen 31 en 32. En daarna lezen we uit Matthäus 28, het laatste hoofdstuk, de eerste 10 versen. En vervolgens de laatste 5 versen. Dus Matthäus 28, vers 1 tot 10 en vers 16 tot en met 20. Waar het woord van de Heere persoonlijk tot ons allen spreekt. Wij beginnen te lezen Zacharia 13, vers 7. Zwaard, ontwaak tegen mijn herder en tegen de man die mijn metgezel is, spreekt de Heere der Heerscharen. Sla dien herder en de schapen zullen verstrooid worden, maar ik zal mijn hand tot de kleinen wenden. Matthäus 26, vers 31 en 32. Toen zeide Jezus tot hen: gij zult allen aan mij geërgerd worden in deze nacht. Want er is geschreven: ik zal de herder slaan en de schapen der kudde zullen verstrooid worden. Maar
Nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Matteüs 28, vers 1 tot en met 10. En laat na de Sabbat, als het begon te lichten, tegen de eerste dag der week, kwam Maria Magdalena en de andere Maria om het graf te bezien. En zie, er geschiedde een grote aardbeving, want een engel des Heren, nederdalende uit de hemel, kwam toe en wentelde de steen af van de deur en zat op denzelve. En zijn gedaante was gelijk een bliksem en zijn kleding wit gelijk sneeuw. En uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden en werden als doden. Maar de engel antwoordende zeide tot de vrouwen: vreest gij lieden niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgestaan gelijk hij gezegd heeft. Komt herwaarts, ziet de plaats waar de Heere gelegen heeft. En gaat haastiglijk heen en zegt zijn discipelen dat hij opgestaan is van de doden. En zie, hij gaat u voor naar Galilea. Daar zult gij hem zien. Zie, ik heb het u lieden gezegd. En haastiglijk uitgaande van het graf, met vrezen en grote blijdschap, liepen ze heen om hetzelfde zijn discipelen te boodschappen. En als zij heen gingen om zijn discipelen te boodschappen, zie, Jezus is haar ontmoet, zeggende: wees gegroet. En zij tot hem komende grepen zijn voeten en aanbaden hem. Toen zeide Jezus tot haar: vrees niet, gaat heen, boodschapt mijn broederen dat ze heen gaan naar Galilea. En aldaar zullen ze mij zien. Vers 16 tot en met 20. En de 11 discipelen zijn heen gegaan naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen bescheiden had. En als zij hem zagen, baden zij hem aan, doch sommigen twijfelden. En Jezus bij hem komende sprak tot hem, zeggende: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Gaat dan henen, onderwijst al de volkeren, dezelfde dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. En zie, ik ben met u lieden al de dagen, tot de voleinding der wereld. Amen. Gemeente, de tekst voor de prediking kunt u lezen in het u voorgelezen schriftgedeelte Matteüs 28, de versen 16 tot en met 18. En de 11 discipelen zijn heengegaan naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen bescheiden had. En als zij hem zagen, baden zij hem aan, doch sommigen twijfelden. En Jezus bij hem komende sprak tot hem, zeggende: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Boven de prediking van vanmorgen staat geschreven als thema: de verschijning van Christus, de verschijning van de opgestane Christus op de berg in Galilea. Twee gedachten hopen wij met de hulp van de Heere te overdenken. Als eerste: de 11 discipelen zijn heen gegaan. En de tweede gedachte is: en Jezus ging hen voor. Dus de verschijning van Christus, de opgestane Christus, op de berg in Galilea. Twee gedachten. De 11 discipelen zijn heen gegaan en Jezus ging hen voor. Ter inleiding op de prediking zingen wij uit Psalm 23 en daarvan het eerste vers. Dan heb ik voor u nog de volgende afkondigingen. In verbondenheid met het Koningshuis zingen wij na afloop van de dienst, na het uitspreken van de zegen, de twee bekende coupletten van het Wilhelmus. En voor wat betreft de collecten, er zijn vandaag 3 collecten. De eerste collecte is bestemd voor eredienst en pastoraat. De tweede collecte is bestemd voor de kerkvoogdij.
de derde voor noodlijdende gemeenten en personen. In de kerk kunt u uw gaven geven na afloop van de dienst bij de uitgang van de kerkzaal. De gemeente thuis kan de collecten digitaal overmaken. Alle collecten worden van harte bij u aanbevolen. Zingen wij nu uit Psalm 23 en daarvan het eerste vers. De verschijning van de opgestane Christus op de berg in Galilea. De 11 discipelen zijn heengegaan en Jezus ging hen voor. Gemeente, jongeren en ouderen,
Afgelopen maand hebben wij met elkaar het paasfeest gevierd. De kinderen die weten wel wat dat inhoudt, het paasfeest. Gevierd dat de Heer Jezus is opgestaan uit de doden. Dat de Vader in de hemel zijn Zoon opwekte. Dat Jezus opstond uit de dood. God de Vader stuurde een engel uit de hemel om daar in de graftuin van Jozef van Arimathea de steen van het graf weg te rollen. En op dat moment beefde de aarde en de soldaten die voor het graf stonden, die vielen als dood op de grond. Want niets was tegen de opstandingskracht van de levensvorst bestand. Jezus stond op. De Vader in de hemel wekte zijn Zoon op. Het was genoeg. De schuld was betaald. En God de Vader zag dat het goed was. En zo stond Jezus op. De dood heerst niet meer. Het graf is leeg. Jezus leeft. En toen Jezus opstond uit de doden en het graf voorgoed achter zich liet, is hij nog 40 dagen op deze aarde gebleven. 40 dagen, dus na zijn opstanding en voor zijn opneming. En dus Pasen, Hemelvaartsdag. En daar zitten 40 dagen tussen. In die 40 dagen is de Heer Jezus dus nog op de aarde geweest. Hij is niet gelijk teruggegaan naar zijn Vader, maar er zitten nog 40 dagen tussen. En in die 40 dagen is hij aan velen verschenen. Heeft hij zich laten zien, is hij geopenbaard. Heeft hij zich laten zien aan, ja, aan wie eigenlijk? Is u dat wel eens opgevallen? Is je dat wel eens opgevallen? Aan wie laat de Heer Jezus zich zien? In die 40 dagen. Nou, wat in ieder geval opvalt, ik lees het nergens dat de Heer Jezus eerst is naar het Sanhedrin is gegaan om te laten zien dat ze er toch wel even flink naast zaten. Dat hij toch echt is opgestaan uit de dood. Dat lezen we niet. Is de Heer Jezus naar Pontius Pilatus gegaan om te laten zien dat hij toch verkeerd recht had uitgesproken? Dat lezen we ook niet. Is hij naar Annas gegaan, naar Caiaphas gegaan? Dat lezen we niet. Nee, de Heer Jezus is uitsluitend en alleen daar geweest waar zijn discipelen en zijn geliefden waren. Hij laat zich zien uitsluitend en alleen aan zijn kerk. Wonderlijk, hè? En daar schittert die trouwe zorg in voor zijn kerk. De Heer Jezus, de opgestaande levensvorst, zoekt zijn kerk op om ze voor te bereiden op zijn opneming. Als hij daar op dat moment de belofte van de Vader in ontvangst zal nemen. Hij bereidt ze voor op de grote Pinkstermorgen als de Heilige Geest naar de belofte van de Vader wordt uitgestort in Jeruzalem. In die 40 dagen gaan de schriften open. En dan laat hij zien aan zijn discipelen dat het de schriften zijn die van hem getuigen. Ze krijgen onderwijs. In die 40 dagen. Nou, en als we dan de evangeliën lezen, dan zijn er velen verschijningen geweest. Waarvan dus ook de verschijning op de berg in Galilea. En vanmorgen gaat het dus over die verschijning van de Heer Jezus op de berg in Galilea. En weet u, dat is een andere verschijning dan al de anderen. Ja. Maar wat maakt deze verschijning van de Heer Jezus op de berg in Galilea dan zo anders? Anders dan de anderen. Nou, dit, dat de Heer Jezus deze verschijning zelf heeft aangekondigd. Nog voor zijn lijden en sterven. Dat was op de avond in de opperzaal.
Toen hij met zijn discipelen het laatste Pascha vierde en het avondmaal instelde. We hebben het gelezen uit Matteüs 26. Ze hadden de lofzangen gezongen. En toen zei de Heer Jezus, Matteüs 26, vers 31, dus voor zijn lijden en sterven. Gij zult allen aan mij geërgerd worden in deze nacht. Want er is geschreven, ik zal de herder slaan. En zijn schapen zullen verstrooid worden. Daar kom ik zo nog op terug. En dan vers 32. Maar nadat ik zal opgestaan zijn, zegt de Heer. De Heer Jezus. Zal ik u voorgaan naar Galilea. Dus daarin zien we al dat het de Heer Jezus niet uit de hand loopt. Hè? Als het gaat over dat paasevangelie. Dan doet de wereld ons geloven als je naar de Passion gaat kijken. Dat is geen evangelie hoor. Dat ze het evangelie uitbeelden op televisie. En dan wordt de Heer Jezus eigenlijk neergezet als iemand die goede ambities had. Maar helaas, wat tragisch, hij belandt aan het kruis. Moet u nu in geloven. Het loopt Jezus niet uit de hand. De Heer Jezus zegt al voor zijn lijden en sterven dat hij zal opstaan uit de doden. En voor zijn lijden en sterven zegt hij al tot zijn discipelen, daar moet je zijn, op de berg in Galilea, daar zul je me zien. Het loopt de Heer Jezus niet uit de hand. Het is geen tragisch ongeval. Het is Gods heilsplan. En zo zien we dus dat die verschijning anders is dan de andere. De Heer Jezus die heeft zijn discipelen al voorzegd dat ze daar moeten zijn. En het is menens. Want de Heer Jezus zegt het niet één keer, zo tussendoor. Dat zal al genoeg moeten zijn. Maar nadat de Heer Jezus is opgestaan en de engel uit de hemel komt in opdracht. Wat zegt de engel dan tot de vrouwen? Vreest gij lieden niet, want ziet hij is opgestaan, gelijk hij gezegd heeft. En, gelijk erachteraan, gaat heen tot de discipelen, boodschapt dat ze, waar moesten ze naartoe gaan? Naar Galilea, daar zult gij hem zien. Dus de engel die krijgt de boodschap, voor de tweede keer horen ze dat dus, hè? Ze wisten het al. Nog voordat hij gevangen werd genomen in de hof van Gethsemane. Na zijn opstanding worden de vrouwen in beweging gezet om het opnieuw te vertellen aan de discipelen. Ga naar Galilea voor de tweede keer. En als die vrouwen dan de boodschap meenemen vanuit het lege graf naar de discipelen toe. Dan ontmoet de Heer Jezus ze nog een keer in het tiende vers. En dan zegt de Heer Jezus voor de derde keer. Boodschapt mijn broeders dat ze heen gaan naar Galilea, al daar zullen ze mij zien. Tot drie keer toe spreekt de Heer van de verschijning op de berg. En dat maakt deze verschijning dus echt anders. Anders dan de andere verschijningen. Kunnen we wel nagaan natuurlijk. Denk bijvoorbeeld aan de Emmausgangers. Of aan de verschijning van de Heer Jezus op de avond van zijn opstanding toen de Heer Jezus ineens in hun midden stond, de deuren waren gesloten, maar plotseling stond de Heer Jezus, de opgestane Christus, in het midden van de 10 discipelen. Thomas was er nog niet bij. En als in het Johannesevangelie, als de 7 discipelen op het meer van Galilea, de zee van Tiberias, aan het vissen zijn, dan staat daar een man aan de kant en die vraagt om enige toespijs. Dan zien ze ook niet direct dat het de Heer Jezus is en dan komt de Heer Jezus ook onverwachts. Maar deze verschijning staat al vast. Deze verschijning heeft de Heer Jezus al voorzegd. Daar wil de Heer Jezus zijn discipelen hebben. En het is het Matteüs-evangelie die geïnspireerd door de Heilige Geest deze verschijning, als het ware de focus op deze verschijning legt. De andere laat hij liggen. Hij schrijft naar de climax. Naar de verschijning van Jezus op de berg in Galilea. De andere laat hij achterwege. Nou, als de Heer Jezus dus tot drie keer toe zijn broeders, zijn discipelen, zijn geliefden herinnert aan zijn belofte.
Nou, dan zijn ze toch wel gelijk naar Galilea gegaan, zul je zeggen. Dat zou je toch denken? Duidelijker kan het toch niet? Het was zelfs een bevestiging, want de Heer Jezus had in de nabijheid van de discipelen gezegd, nadat ik zal opgestaan zijn uit de doden, zal ik u volgaan naar Galilea. En dan komen de vrouwen, die het eerste bij het graf waren, en die bevestigen dat woord van de Heer Jezus. Dat was toch al een bewijs dat ze wisten dat de Heer Jezus was opgestaan. Dan ga je toch. Ja, dat zul je wel denken misschien. Maar toch is het niet zo. Nee. Ze zijn wel gegaan, alle 11. Het staat in de tekst voor de prediking. De 11 discipelen zijn heen gegaan, dat is waar. Maar dat ging niet zonder slag of stoot. Nee. Als we de andere evangelie erop naslaan, dan weten we dat ze niet direct alle 11 zijn vertrokken. Dat is eigenlijk wel jammer, hè? Vind je niet? En misschien herkennen we onszelf daar wel een beetje in. Ondanks dat het zo duidelijk is. Als de Heer Jezus spreekt. Ondanks dat de Heer Jezus vanuit zijn woord ons de weg wijst. Ons in beweging wil zetten. Toch maar blijven zitten. Wikken. En wegen, twijfelend, passief, geen beweging. Een duivel die probeert een mistgordijn rondom het lege graf op te trekken, om u maar niet in beweging te krijgen. En ondanks dat het woord komt, keer op keer, met kracht, de discipelen, ze kwamen ondanks de belofte van hun meester niet direct in beweging. Nee. Maar waren ze dan op de eerste dag van de week? Ze zaten met z'n tienen achter gesloten deuren. Op de avond van zijn opstanding, ze waren bang. Bang voor de Joden. Ze kwamen niet in beweging. Ze stonden niet op de berg om op hun meester te wachten. En Thomas al helemaal niet. Thomas, ach. Hij zegt, laat mij maar alleen. Totaal verward als een verstrooid schaap doolde hij in het rond, net als de anderen. Waar zijn ze? Een week later dan. Zijn ze een week later dan op de berg gekomen? Nee, nog niet. Een week later verschijnt de Heer Jezus opnieuw op de eerste dag van de week, maar nu met Thomas. Toen was Thomas erbij, maar nog niet op de berg. We zien in de discipelen het beeld van verstrooide schapen. Ze zijn verstrooid. Als schapen zonder herder. Ze zijn hun herder kwijt. En ook als zijn ze alle 11 tegelijk naar Galilea gegaan. Ik denk het niet. Als we al de verschijningen van de Heer Jezus naast elkaar leggen. Dan lezen we in het Johannesevangelie dat ze op een gegeven moment bij de zee van Tiberias zijn. Bij het meer van Galilea. Dus ze zijn dus in beweging gekomen, ze zijn vanuit Jeruzalem naar Galilea gegaan, maar zijn ze daar alle 11? Nee. Er staan daar 7 discipelen bij de zee van Tiberias te wachten, op de anderen. En dan zegt Petrus op een gegeven moment, ik ga vissen. De rest is er nog niet. En dan gaat Petrus vissen, met de rest, met 7 discipelen, geen 11. Ze zijn verstrooid geweest. En ook dat had de Heer Jezus al voorzegd.
De Heer Jezus heeft het gezegd in Matthäus 26, wat we zojuist gelezen hebben. Daar staat het beeld van die ontreddering van de discipelen. Dat had Jezus al gezegd. Hij zegt, gij zult allen aan mij geërgerd worden in deze nacht, voor zijn lijden en sterven. Want er is geschreven, en dan wijst hij dus naar de profetie van Zacharia, want er is geschreven, ik zal de herder slaan en zijn schapen zullen verstrooid worden. Nou, wie is de herder dan? Dat is de Heer Jezus. En die schapen, dat zijn zijn discipelen. En dan wijst de Heer Jezus op de vervulling van de profetie van Zacharia, opdat de schriften vervuld zouden worden. Sla die herder en de schapen zullen verstrooid worden. En zo is het gebeurd. De 11 discipelen, die zijn verstrooid. Diezelfde avond nog, toen de Heer Jezus dit had gezegd en de profetie van Zacharia in vervulling moest gaan. Jezus werd geslagen. Hij werd gevangen genomen in de hof van Gethsemane, geboeid. De striemen op zijn rug, gemeente. Wij hebben een herder die geslagen is. Striemen op zijn rug en doorboorde middelaarshanden, dat is onze herder. En zo hebben wij een geslagen herder. En die geslagen herder, die heeft het voorzegd, mijn schapen zullen verstrooid worden. En in de hof van Gethsemane zijn ze allen gevlucht. Matthäus 26, vers 56. Toen verlieten de discipelen hem en ze vluchtten. Vol angst en twijfel zijn ze iedere kant op gerend. De donkere nacht in. Terwijl hun meester, hun lieve meester, in de boeien werd geslagen, dwaalden ze allen in het rond. De herder werd geslagen. Zijn schapen dolden doelloos rond in de donkere nacht. Hun meester kwijt. Maar wonder van genade. Die profetie van Zacharia die gaat verder. En dan staat er, en ik zal mijn hand tot de kleinen wenden. En daar wijst de Heer Jezus dus op in Matthäus 26, vers 32. Ik zal u voorgaan naar Galilea. Wat daar staat te gebeuren op de berg in Galilea, dat is dat de herder zijn schapen, zijn verstrooide schapen, bijeen vergadert. Hij brengt ze weer bij elkaar op de berg in Galilea. Jezus beloofde het al voor zijn lijden en sterven. Ik zal u voorgaan naar Galilea. Daar zult gij mij zien. Daar zal ik mijn hand tot de kleinen wenden. Daar zal ik mijn verstrooide schapen bijeen vergaderen. Zo zien we daar de discipelen gaan. Ze komen in beweging. Op grond van zijn woorden. Ja, opdat de schriften vervuld zouden worden. En hier stoppen we even. Even dat moment van dat heengaan van de discipelen. Daar liggen geestelijke lessen in, gemeente. Wat kunnen we hiervan leren, van het heengaan van de discipelen? Nou, als eerste dit. De discipelen, ze zijn heengegaan. Maar waarom en hoe? Op grond van het woord van hun meester. Verder niet. Omdat hun meester het had gezegd. Ga naar de berg in Galilea. Dat was geen vraag, hè? Dat is een bevel. Ga naar Galilea. Daar zult u mij zien. En dat is de enige grond waardoor de discipelen in beweging komen. Op grond van het woord van hun meester. Nou, dat is de eerste les die wij ontvangen vanuit zijn woord.
Dat heen gaan, dat staat in een passieve vorm geschreven. Daar zit niets van de discipelen bij, in eigen kracht. Maar dat staat in relatie met het bevel en de belofte van de Heer Jezus. Ze gaan op grond van het woord van hun meester. Ondanks dat ze niet direct zijn gegaan. En dan zien we iets van onze eigen natuur in. Hè? Hoe traag zijn wij? En dan begin ik bij mezelf. Maar ondanks hun twijfels. Ondanks het ongeloof dat er was. En misschien nog wel niet helemaal duidelijk was waarom de Heer Jezus was opgestaan. Tussen die opstanding en de hemelvaart was het allemaal nog niet duidelijk. Pas bij de uitstorting van de Heilige Geest werden al de puzzelstukjes in elkaar gelegd. Maar ondanks hun twijfels, ondanks hun vragen, ondanks alles, ze komen in beweging. Omdat Jezus hun meester het had bevolen. Die roepstem van hun meester, die lokt hen, die trekt hen naar Galilea. Ondanks de angst, ondanks de twijfel, ze verlaten Jeruzalem. Ja, ze gaan achter de grendels van het slot. Ze komen van achter gesloten deuren. En ze gaan in beweging. Ze komen in beweging. Niet op grond van eigen berekeningen. Maar op grond van het woord van hun meester. En weet u? Dat is nu de weg die de Heer vanmorgen wijst. De Heer spreekt door zijn woord. Tot u. Tot jou. Tot mij. De discipelen komen in beweging. En zo worden wij geroepen. Om in beweging te komen. Zo zoekt de Heer Jezus ons op vanmorgen onder de bediening van de verzoening. In het gewaad van zijn woord. En hij kent u, jou en mij. Hij weet precies wat er in u omgaat. Zijn zij vanmorgen twijfelaars? Zijn er vanmorgen in Hardingsveld verstrooide schapen die hun meester kwijt zijn? Die de herder maar niet kunnen vinden? Zijn uw wegen duister? En begrijp je er helemaal niets meer van? Loop je tastend in het duister langs onbegrepen wegen? Mag ik u dan vanmorgen uitnodigen om eens in gedachten met de discipelen mee te wandelen? En vraag het eens. Vraag het eens aan een van de discipelen die op weg zijn naar Galilea. Zijn jullie zeker van je zaak? Wat denkt u? Wat zou het antwoord zijn? Vraag het eens. Zouden ze het weten? Zouden ze precies weten wat hun te wachten staat? Zijn ze vanuit gesloten deuren in Jeruzalem naar Galilea gegaan omdat ze precies weten wat er gebeurt? Hebben ze een totaalplaatje van hun leven? Weten ze dat ze daar op de berg de zendingsopdracht, het bevel krijgen van de Heer Jezus? Weten ze dat? Nee, dat weten ze niet. Weten ze dat ze straks moeten lijden en sterven? In de naam van hun meester. Dat ze als apostelen straks in Jeruzalem uitgestoten worden om de wereld te verkondigen dat Jezus is opgestaan. Weten ze dat? Nee, dat weten ze niet. Maar ze gaan. Ze gaan. De liefde drijft hen uit. Ze gaan. Waarom dan? Omdat het zulke goede discipelen zijn? Nee, het heeft veel te lang geduurd. Ze hadden al veel eerder moeten gaan.
En ze gaan op grond van zijn woord. Ze gaan omdat Jezus het beveelt. En omdat Jezus belooft dat ze daar hun meester zullen zien. Mag ik u vanmorgen aanmoedigen om datzelfde te doen. Kom nou eens. Als er nog mensen zijn die achter gesloten deuren zitten. Als uw hart nog poddicht is. En u maar niet in beweging komt. Kom van achter die gesloten deuren van uw hart vandaan. Verhard u niet. Laat u leiden. Door zijn woord. Het is Christus Jezus. Die vanmorgen in het gewaad van zijn woord tot ons komt, tot ons allemaal. Leg uw oor nu eens te luisteren bij wat God u vanmorgen zegt. En laat die drempels en uw mitsen en uw maren achter u. En kom dan alleen, enkel en alleen op grond van zijn woord. Zeg het maar, Heere, ik heb geen voeten om te komen. Ik ben een zondaar. Ik lig midden in de dood en ten diepste wil ik niet eens. Maar nu heb ik vanmorgen onder de bediening van de verzoening gehoord dat ik moet komen. Ik heb geen keus. Ik kom omdat u het zegt en ik kan niets meenemen. Ik heb helemaal niets dan lege handen en een pak vol met zonde, maar ik kom. Niet omdat ik in beweging kan komen. Maar ik kom op grond van uw bevel. Ik moet. Heere, hier ben ik. En dan pleitend op zijn belofte. Want als God eist, dan belooft hij. Heere, ik kom. Moe, arm, blind en naakt. Maar ik kom tot u, tot de God die zalig maakt. Want u zegt het toch. Ga en gij zult mij zien. Dan val je er zelf helemaal buiten. Ja, dat is natuurlijk wel zo, maar ik twijfel. Ik twijfel zo. Ik heb nog zo weinig zondekennis. En ik doe nog zoveel verkeerde dingen. Ja. Is dat een reden om te blijven zitten? Nee, dat is geen reden. Stelt de Heer Jezus voorwaarden om te komen? Moet u eerst een stappenplan doorgaan voordat de Heer Jezus u het bevel geeft om te komen? Nee. Het is de duivel die dat in uw oren fluistert. Om maar niet te komen, werpt hij van allerlei twijfels op, mitsen en maren, om maar te blijven zitten. Stop daarmee. God spreekt vanmorgen. En weet dat er niemand, u niet, jij niet en ik niet, dat er niemand vanmorgen vrijblijvend in de kerk zit. Niemand. En ook niet thuis verbonden. Als de Heere vanmorgen tot ons komt, ons aanspreekt, dan is dat met goddelijke macht, met kracht. Het is een goddelijk bevel. God spreekt vanmorgen. En hij spreekt met ernst, maar vol met liefde. U bent hier niet voor niets. U zit onder de bediening van de verzoening. En hij beveelt u, kom nou toch. Kom nou toch. Hij roept u om te komen. En hij strekt zijn middelaarshanden, zijn doorboorde middelaarshanden wijd uit. Zondag in, zondag uit. En hij roept u, kom. Kom in beweging. Mijn zoon, mijn dochter. Geef me nu je hart. Mag ik je wat vragen? Mag ik je wat vragen?
zijn we al in beweging. Bent u al in beweging? De discipelen, ze komen in beweging door het gesproken woord van hun meester. En dan zit er nog een les in dat gaan van de discipelen. Hoe gaan ze dan? In de weg van de gehoorzaamheid. Kijk, dat is nou een vrucht van het geloof. Als de Heilige Geest het nou uit Christus neemt en in je hart gaat planten. Kom je in beweging op grond van zijn woord, in gehoorzaamheid. Het geloof kan nog zo bestreden worden. Eén ding hebben al de 11 gemeen. Ze gaan omdat Jezus het zegt. En daar wil de Heer zijn kerk hebben. In de weg van de gehoorzaamheid, luisterend naar zijn stem. Die weg van de gehoorzaamheid waarin ook de Heer Jezus ons is voorgegaan. Toen hij in de volkomen gehoorzaamheid aan zijn Vader het kleed van zijn heerlijkheid heeft afgedaan. Ons zondekleed heeft aangetrokken. Toen hij in eeuwigheid besloot en sprak tot zijn Vader. Vader, ik kom om uw wil te doen. In die volkomen gehoorzaamheid is God zo'n mens geworden. In volkomen gehoorzaamheid heeft hij de straf gedragen die wij hadden moeten dragen. In volkomen gehoorzaamheid heeft hij zijn gezegend lichaam laten nagelen aan het kruis. In volkomen gehoorzaamheid is hij de dood ingegaan. En heeft hij gewacht tot zijn Vader een engelbode stuurde om de steen weg te rollen. In volkomen gehoorzaamheid stond hij op uit de doden. En door het geloof leert zijn kerk om nu Jezus te volgen. Heen te gaan in gehoorzaamheid. Volgen. Volgen. Ik wil Jezus volgen. Hem alleen. Hem alleen. Luisterend naar zijn stem. De discipelen hebben Jeruzalem achter zich gelaten. De plaats waar hun herder werd geslagen. Waar de schapen werden verstrooid. Zo gaan ze op weg naar Galilea. En daar zal de herder zijn schapen gaan vergaderen. Ja, daar zal hij zijn hand tot de kleine wenden. Zo klimmen ze dus de berg op. Uiteindelijk zijn ze alle 11 daaronder aan die berg gekomen. En daar gaan ze. De berg op. De berg waar God hen bescheiden had. Nou, dat vraagt natuurlijk om uitleg waar Jezus hen bescheiden had. Wat betekent dat nu precies? Wat is dat voor een berg geweest? Het is een berg in Galilea. En als je het letterlijk vertaalt, dan staat daar, het is de berg waar Jezus, die berg waar Jezus hen al eerder de verordeningen had opgelegd. Naar alle waarschijnlijkheid is dat dus de berg van de zaligsprekingen geweest. Vlakbij de zee van Tiberias staat die berg. Die berg waar Jezus hen al de verordeningen had opgelegd. Dat betekent dus de berg waar de Heer Jezus toen de grondwet van zijn koninkrijk, van Gods koninkrijk had uitgesproken. Die berg. Daar krijgen ze straks het zendingsbevel om uit te gaan. Om Gods koninkrijk vol te maken vanuit Jeruzalem. Ongetwijfeld zijn de gedachten van de discipelen daar naartoe gegaan. Die momenten dat ze met Jezus waren. Die berg die bekend is geweest. En dan ineens zien ze Jezus. De Heer Jezus staat al op hen te wachten. Dat is mooi, hè? Kinderen, je moet maar één ding onthouden. Van deze preek, als het een beetje moeilijk is. Dat kan natuurlijk, hè. Dan moet je maar onthouden.
Wat de Heer Jezus belooft, dat doet Hij. Altijd. Als er één iemand is waar je op kunt vertrouwen, dan is het Jezus. De Heer Jezus had het al gezegd, voor zijn opstand, voor zijn lijden en sterven. Ik zal u voorgaan naar Galilea. Daar zul je me zien. En dan klimmen ze de berg op. En daar staat Jezus. Jezus. De opgestane levensvorst. Hij is hen voorgegaan. Er staat de herder die geslagen was. Gemeente. Het was de Heer Jezus die zei in zijn leven, ik ben de goede herder. En ik ken de mijnen. En ik word van de mijnen gekend. Daar staat Jezus. Heeft u met geloofse ogen wel eens op de berg gestaan? Heeft u Jezus zo wel eens aanschouwd? In zijn heerlijkheid. Daar staat de goede herder. Die zijn leven gegeven heeft voor zijn schapen. En nu staat hij daar vol macht. Vol heerlijkheid. Vol majesteit. Ook anders dan de andere verschijningen. Deze verschijning moet vol majesteit en goddelijke luister geweest zijn. Want als ze hem zien, anders dan bij de andere verschijningen waar de Heer Jezus pas later aan hen ontdekt werd. Maar nu ze zien hem en ze vallen plat voorover. Er staat zij aanbaden, en er zijn verschillende manieren van aanbidden in het Grieks. En deze manier van aanbidding die Matthäus hier opschrijft, geïnspireerd door de Heilige Geest, die heeft te maken met de diepste aanbidding in verootmoediging en diep ontzag. Vlak voor de Heer Jezus liggen ze daar op de grond met hun gezicht in het stof. Jezus. De opgestane levensvorst in zijn heerlijkheid. Zo aanbidden ze hun koning. De Heer Jezus staat op een afstandje en voor hen liggen daar zijn verstrooide schapen. Op de grond, plat. En hij kent ze. Hij doorgrondt ze. Hij weet precies wat er in hun leven afspeelt in zijn schapen. Tuurlijk, het zijn zijn schapen. Het zijn de schapen van zijn vader. En hij weet dat er onder hen nog twijfelaars zijn. We weten niet waar ze over getwijfeld hebben, dat staat er niet bij. Maar Matthäus gebruikt hier een woordje voor twijfel, wat we ook kunnen lezen in Matthäus 14, vers 31. U weet wel de geschiedenis dat de Heer Jezus wandelt op de zee, dat Petrus daar op de zee wandelt, ziet op Jezus, en dan vervolgens de storm en de golven ziet rond hem heen, en dan begint te wankelen en dan in de zee zakt. Datzelfde woordje. Gebruikt Matthäus hier ook. Sommigen twijfelden. Je kunt het vergelijken met ze wankelden. Ze hinkten op twee gedachten. En wat deed de Heer Jezus toen? De zee van Tiberias. Wat deed de Heer Jezus toen? Hij strekte zijn hand uit. Hij stak zijn hand uit. Greep hem aan. Trok Petrus uit de zee van zijn vertwijfeling. En hij zei, Gij kleingelovige, waarom heb je gewankeld? Toen ging Jezus hem ook al voor. En net als toen gaat Jezus opnieuw zijn discipelen voor. Ook in die twijfel. Hij zoekt de twijfelaars op, hij kent ze bij name. Ook vanmorgen als er onder ons zijn die dwars door al de moeite en omstandigheden beginnen te twijfelen. Als de ogen naar beneden zijn gericht op de omstandigheden van het leven. Dan gaat Jezus u voor. Hij komt als het ware een stapje dichterbij. Zijn ze vanmorgen? Bent u uw lieve meester kwijt? Uw heiland komt een stapje dichterbij. Bent u weggezonken? Ben je alles kwijt? Zijn er onder ons die in een gemis lopen? Die de liefde van de Heer Jezus wel kennen. Maar het is zo ver weg. Komt de Heer Jezus een stapje dichterbij.
om u te troosten, om u uit uw twijfel te halen. Jezus gaat u voor. Als u niet kunt ontkennen dat de Heere in uw leven begonnen is, maar alles is zo ver weg, komt de Heere Jezus een stap dichterbij, onder de bediening van de verzoening, en hij spreekt het uit. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Heft uw ogen op en zie. Hier is uw heiland. De goede herder zoekt vanmorgen zijn verstrooide schapen op. Het komt alles bij hem vandaan. Hij gaat voor. Hij komt naderbij. Hij spreekt. Door zijn woord en geest toont hij vanmorgen zijn goddelijke almacht. Hij wijst naar zichzelf vanmorgen. Hier is uw koning. Hij roept u bij naam. Dat deed hij toen, maar ook nu. Net als op de berg in Galilea vergadert hij zijn verstrooide schapen. En het zal worden één kudde en één herde. De Heer Jezus komt ons naderbij, ziet u hem? De geslagen herde. Kijk eens naar zijn doorboorde middelaarshanden en zijn zijde. Twijfelaars. Jezus komt voorbij. Dwars door uw verdrukking, uw pijn, uw verdriet, klinkt daar de stem van Koning Jezus. Als u het dan niet meer ziet zitten, als alles donker is, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hebt goede moed. Eens zal op die grote morgen de herder van de schapen terugkomen. De verstrooide schapen van de Israël zullen herenigd worden. En vanuit Jeruzalem zal het evangelie naar al de heidenen gaan. En het zal worden één kudde, één herde. Gods koninkrijk zal compleet zijn, vol. En er wordt er niet één gemist. Wat een wonder. Ik weet het tot slot nog één opmerking. En dan gaan we eindigen. Ik wil me nog één keer richten op, en ik hoop dat het niet nodig is, maar op hen die nog steeds passief blijven zitten. Die nog steeds niets aan het woord van deze herder hebben gehad. En in hun verzet, in opstand leven tegen Koning Jezus. Als de Heer Jezus zegt, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde, dan is dat een juridische term. Dat betekent, mij is gegeven alle machten en alle rechten in de hemel en op de aarde. Hij is uitermate verhoogd door zijn Vader. En hij heeft recht op u. Hij heeft recht op jou. Hij heeft het recht om geëerd en gediend te worden. En er is niemand, u niet, jij niet en ik niet. Er is niemand vanmorgen die het recht heeft om straks onbekeerd de kerkdeur te verlaten. Niemand. Mij is gegeven, zegt de Heer. Alle machten, alle rechten in hemel en op aarde. Als je dan nog in opstand leeft, lever dan nu je wapens in. Leg je zwaard maar aan zijn voeten en kus de Zoon, van ouds u toegezegd. Amen. Gemeente, zullen wij de Heere danken. Almachtige, getrouwe God en Vader in de hemel, wij danken u voor uw woord dat vanmorgen tot ons kwam. Dat u met macht en kracht uw woord verkondigt. De bediening van de verzoening. Dat u doorgaat met uw kerkvergaderend werk tot de laatste dag, de jongste dag.
en uw koninkrijk zal vol zijn. Wij danken u, Heere, dat u zo uw verstrooide schapen in Israël vergadert. En dat de heidenen het evangelie mochten horen vanuit Jeruzalem tot aan het einde der wereld. Zelfs tot hier in Nederland, in Hardingsveld. Wat een wonder, Heere. En u vergadert de schapen van uw vader. En het zal worden één kudde en één herder. Heere, wilt u het woord zegenen aan ons aller hart, van jong tot oud. Breng ons voor de tweede keer ook op uw dag weer bij elkaar, als uw woord mag uitgaan, hier in de kerk of thuis verbonden. Wees met de kerkenraad, maar ook met de dominee, zijn vrouw en kinderen. Geef hem alles wat nodig is, stel ze tot rijke zegen in uw gemeente. Wij bidden en wij danken u dit. Niet omdat we het verdienen, maar enkel uit genade. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen Psalm 2, vers 6. Vreest zeren macht, dient zijn majesteit. Juicht, bevend op het gezicht van zijn vermogen. En kust de zoon. En kust de zoon. Van de ouds u toegezegd. En noemde u Psalm 2, vers 6. Thank you.
Gemeente, gaat dan heen in vrede met u dragende de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u mogen leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.